Als we het bruggetje voorzichtig maken naar financieringsvormen. Ik wil nog heel even kijken of er nog andere financieringsvormen zijn, of eigenlijk overheidsregeling die je zou kunnen aanwenden als financieringsvorm. Want je hebt natuurlijk WBSO, uiteindelijk gebruikt voor innovatie, ook een belangrijk thema. Het is niet een strikte financieringsvorm, het is een subsidieregeling. Ja, maar het is een fiscale aftrekpost. Misschien wel goed om hem heel even te benoemen, want voor een ondernemer is het natuurlijk toch weer een regeling die betekent dat je wat minder salariskosten hebt. Nou ja, wat we op dit moment doen, en dat geldt niet alleen voor de WBSO, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Research and Development aftrek, de zogenaamde RDA-regeling, is dat we het echt veel aantrekkelijker maken via de fiscale kant om te investeren in innovatie. Zowel in het inhuren of het in dienst hebben van mensen die zeg maar R&D-achtige activiteiten doen. En dat is echt niet alleen maar witte jassen in een lab. Waar moeten we aan denken? Nou, mensen die bezig zijn met nieuwe productontwikkeling binnen een bedrijf. En daar zijn de loonkosten dus deels van fiscaal aftrekbaar. Geldt ook voor IT-bedrijven bijvoorbeeld? Daar is de R&D-component en de afbaking daarvan luister soms nauw. Dus als ik hier zeg ja, dan geef ik niet het complete antwoord. Dus verdiep je daar even in via de website van Agentschap.nl wat daar wel en niet binnenvalt. Want ICT is daar een lastige component in. En wat we nu ook sinds dit kabinet mogelijk maken is aftrek op harde R&D-investeringen in niet zijnde loonkosten. Ja. Als je dan kijkt naar die sectoren, jij noemde net metaalunie, je noemde dus de metaalbedrijven. Welke sectoren zou jij nou echt voor WBSO aanraden? Iedereen die bezig is met echte innovatie komt in aanmerking in principe voor deze regelingen. En van innovatie in de termen van je doet iets nieuws, je bent echt baanbrekend bezig. Ja, nou ja, baanbrekend. Kijk, de ene innovatie is baanbrekender dan de andere innovatie. Maar iedereen die bezig is met product development en research komt hiervoor in aanmerking in principe. Succesvolle regeling? Een zeer succesvolle regeling, zeer succesvolle regeling. En wat ik ook mooi vind om te zien is dat je nu ziet dat er vanuit het buitenland wel heel nadrukkelijk naar Nederland wordt gekeken van, die hebben daar nu ook met de innovatiebox er nog een keer bij, een heel breed palet aan fiscale instrumentarium om innovatie te bevorderen. Hele nadrukkelijke keuze ook geweest om te stoppen met het grootste deel van de subsidies en via de fiscaliteit dat terug te geven. En daar wordt nu vanuit het buitenland wel naar gekeken van, Nederland wordt wel heel aantrekkelijk voor innovatieve bedrijven om daar hun werk te verrichten. Hans, jij komt veel in Europa. Herken je dat geluid? Ja, zeer. Kijk, we zijn niet voor niks. Hè. We zijn de toplijst van de meest innovatieve landen nummer 5. Hè. Nou, we stonden een paar jaar geleden ook 22. En niet zo lang geleden nog 7. En we staan nu 5. Dus we doen het op innovatief gebied heel goed. Een van de beste landen in de wereld. Ik zeg altijd, we zijn een van de rijkste landen in de wereld. Maar ook een van de meest succesvolle landen in de wereld. En ik vind dit weer een vernieuwing. Hè. Die WBSO, die innovatiebox. Die er echt staat. Hè. Ik bedoel, als je kijkt, die WBSO, daar is 600 miljoen voor uitgetrokken voor dit jaar. 97% daarvan is overigens bij MKB terechtgekomen. Dus het beeld dat dat iets voor grote bedrijven is, kunnen we bij deze wegnemen. 97%, ik zeg het nog één keer, bij MKB terechtgekomen. Maar dat geeft ook direct aan dat het MKB de innovatiemotor van Nederland is. Want kijk, het wordt wel streng beoordeeld. Je moet echt innovatief bezig zijn. Hè. Je moet echt aan kunnen tonen dat je daar ook je mankracht en je energie aan gegeven hebt. Wie beoordeelt? Nou, in principe ligt de verantwoordelijkheid bij het Agentschap.nl. Die geeft een WBSO-verklaring af op basis waarvan de Belastingdienst een dergelijke aftrek altijd niet goedkeurt. Die dient een aanvraag in, al dan niet geholpen door een adviseur. Ja. En dat geldt dus ook voor die innovatiebox. Hè. Dat is in het begin, vond iedereen dat heel ingewikkeld. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, inmiddels is daar veel meer bekendheid over, ook bij de fiscus zelf. Dat is gewoon een beetje een weg die gevonden moest worden met elkaar. Maar je ziet meer en meer dat de innovatiebox succesvol wordt toegepast. Ook door MKB-bedrijven. Ook daar heeft MKB een hele belangrijke aandeel. En dat geeft dus ook aan dat er nog heel veel ondernemers zijn die geloven in de toekomst. Hè? Want er wordt enorm geïnvesteerd. Er wordt enorm geïnnoveerd. Die WBSO-regeling wordt ook helemaal opgebruikt op dit moment. Nou, dat geeft dus aan dat er ook heel veel vertrouwen is. En dat vind ik een mooi signaal. Dat zagen we ook in het vorige webinar wat ging over financiering en aan bij de bank. Dat het een heel positief beeld. 70% van de ondernemers gaf toen aan inderdaad te geloven in de toekomst. Mooi. Dat is één op één verbonden met ondernemerschap natuurlijk. Ondernemerschap is een positieve, optimistische activiteit. Ook in tijden dat het moeilijk is. Maar ik bedoel, je begint voor jezelf vanuit een droom om iets waar te maken. En dat is natuurlijk een optimistische activiteit.